Een hele goede morgen. Welkom bij Nieuwe Ups & Down. Hallo, hou ze op mijn wekker, hè. Kindjes zijn aangekleed, Liam en Jordi gaan naar school. Dus daar ga ik nu gauw de jassen bij aandoen en zorgen dat ze daarheen gaan. En toen was mijn auto zover leeg. Sam is er nog steeds. We gaan even naar de winkel en dan lekker thuis fruitje eten en die dingen allemaal. Wij hebben Liam opgehaald. Hij is lekker kaasstengeltje aan het eten. Sammy ook. Nu gaan we lekker wandelen naar huis. En dan heeft hij dadelijk zijn kaasstengeltje op. En ondertussen doe je mama heel goed helpen duwen. Ja, dat doe je heel goed hoor. Goed zo. Lastig om het zo te doen, maar het lukt wel. Joepie! Wat goed van jou, Liam. Mama. Ja. Gaan we de jassen uitdoen? Ja? Gaan we de jassen uitdoen? Zit je nog lekker te knabbelen? Ik heb een beetje chocomel. We gaan kijken of dat je drinkt, want hij is een heel lastige drinker. Liam, kijk eens wat mama heeft. Wil je dit? Kom eens hier. Kom eens bij mama. Wil je proeven? Ja, doe maar aan de kant. Volgens mij hebben we iets dat goedgekeurd is. Vind je het lekker? Vind je het lekker? Nee? Ja, vind je het lekker? Meneer Kieskeurig die heeft besloten dat chocomel ook niet zijn ding is. Dus heb ik hem uiteindelijk toch maar even fles gegeven voor vocht. Maar wat ik even wil laten zien. Hij is ondertussen bezig. Sam die is... alle bed. Wat ik wou laten zien was, ik was bij de Action. Oeh, bij de Action. En ja, verklaar mij voor gek. Ik vind het gewoon leuk om dat af en toe, niet met alles, af en toe te doen. Ik heb 3 dezelfde pyjama's gekocht. Eentje voor Sam, Jordi en voor Liam. Ik vond het schattig. Kunnen ze van de zomer lekker in hun shortama naar bedje toe. Lekker. En ik heb nog iets gekocht. En ik heb nog iets gekocht. Een schommel. Of ja. Een hangstoel. Jordi vindt het helemaal geweldig om zachtjes te schommelen en alles. Ik zeg tegen Niels, kunnen we dan niet hier aan de balk maken van het afdak. Zo'n ding maken dat het ja, opgehangen kan worden. En dat die laag bij de grond is. Zodat hij gewoon lekker zelf erop kan klimmen. En dat vond Niels een goed idee. Dus die heb ik ook gehaald bij de Action. En nou ga ik eerst dadelijk zorgen dat Liam naar bed is. Dat ik zelf even wat ga eten. Want ik word even heel flauw. Ik ben een beetje wat te worden. Dus ja, dat ga ik zomaar eerst eens even doen. Zo, we hebben de grote lijnen van de Bambix bende weer opgehaald, jongens. En dan gaan we naar huis rijden. Had een super goede dag gehad. Dus we gaan ervoor op een super goede dag, middag, avond. We hebben Jordi opgehaald. Ze hebben ook wel drinken gehad. Alleen Jordi wou niet meer drinken. Dus ik ga daar even dorst creëren. Ik heb gewoon een tweede hond erbij. Kijk maar. Dus ja. Hè? Ik had de gang helemaal opgeruimd. Maar Liam heeft haar huis gehouden. Liam heeft net alle jassen van de kapstok afgetrokken. Maar ik heb hier dus nou de buggy van Jordi staan en de buggy van Sam. En dan normaal staan de tassen daar ook, maar die heeft hij weer omgetrokken. Dat was bij binnenkomst gelijk het eerste wat hij deed. Ratsch, boem. Ja, daar ruim ik taak wel weer op. Ja, dat dus. Ik ga zo dadelijk eerst even de schoenen uitdoen bij de kinderen. En dan ga ik zorgen dat er even dorst komt bij Jordi. En dan ga ik daar eten maken. We eten vandaag niet
niet te moeilijk. De kinderen krijgen een groentepannetje uit de vriezer met shawarma vleesjes erbij. En Niels en ik krijgen, ja, het is het Turks brood. Hier staat Turks brood. Is het daadwerkelijk Turks brood? De echte? Nee. De echte is veel lekkerder. Maar ja, die had ik niet. Die kon ik niet halen. Dus ja, wij eten shawarma met brood. Met salade. Dat niet zo heel moeilijk. Door al het gezeur om mijn kop zijn we vergeten dat de kinderen naar het tandarts moeten. Maar we hebben nog genoeg tijd, dus ik ga nu gewoon de kinderen klaarmaken. Niels komt naar huis, zodat we de kinderen kunnen doen. Zo, in 5 minuten tijd. Liam en Jordi verschoond, schoenen aangedaan. En Niels is nu thuis, of ja, die heeft al in de auto zitten. En die gaat nu met ze naar de tandarts. De reden dat ik ook niet meega is, Niels is veel rustiger daarin. Die kan daar veel beter handelen. Ik ga heel eventjes iets anders voor Sam aanzetten. Ik was de afstandsbediening aan het zoeken. Oh, die heb ik hier gelaten. Dan ga ik even Nijntje aanzetten. Dat vindt hij stiekem heel erg leuk namelijk. Dus dat gaan we maar even doen. Hè. De kindjes zijn allemaal hun flesje aan het drinken. Daarna gaan papa en ik eventjes heel snel hier opruimen. En zorgen dat het weer netjes is. Dan gaat papa even naar een vriend toe. Want papa die heeft een aantal dingetjes in zijn mouw hangen waar hij mee bezig is. Dus dan moet hij even naar een vriend toe om daarover te hebben. En ja, voor de rest heb ik dan rust. Hoop ik, denk ik, wil ik. We gaan het zien. Een hele goede morgen. Ik heb vanochtend al therapie gehad met Jordi. Hij heeft het super duper goed gedaan. Ze hebben een heel stuk aan één hand gelopen en alles. Dus ze zijn goed bezig. Deze twee hebben ruzie momenteel. Straks waren Jordi en Liam bezig. Dat ga je nu zien. En ik ga nu aan de kinderen fruit geven. Watermeloen. En dan gaan we even naar de winkel. Momenteel geef ik Jordi even zo fruit. Omdat hij dit fijn knijpt. En dan heb ik één groot waterballet hier. Sammy die is lekker aan het happen. En ja, dat ligt ook op mijn mat. Nou ja, hè, dan maak ik hem binnenkort maar weer schoon. Hè. Ja. En Liam is weer zijn oude vertrouwde Liam. De stukjes die hij niet lekker vindt, die pleurt hij er langs. Lekker jongen, lekker. En ja, ik zelf ben niet zo'n meloeneter, maar de kindjes wel. Dus. En terwijl ze aan het fruit zitten, heb ik even al mijn haren gedaan, de was aangezet. En ja, sokken gepakt. Ga ik daar schoenen aan doen en dan ga ik even naar de winkel. Ik wilde eigenlijk naar de winkel. Wil ik nog steeds wel, maar ik heb gewoon geen zin. Dus, wat ik doe, ik ga straks na het slaapje van de kinderen naar de winkel. Ik wil vandaag toch frietjes eten. Dus, ik hoef niet super veel te doen gelukkig. Dus dat is wat we gaan doen. Mandy, wat zie je er wild uit? Ja, dat klopt. Ik heb net gedoucht met de kinderen. We hebben gegeten, we hebben gedoucht. Nou krijgen ze zo'n fles, papa gaat zo douchen. En dan gaan de kinderen zo naar bed, ga ik je opruimen. Papa die moet dadelijk nog heel eventjes weg. Waarom dat hij zoveel weg is, dat gaan wij een andere keer nog uitleggen. Op dit moment doen we dat nog even niet, want we willen eerst bepaalde dingen zeker hebben. Voordat dat zo is. Dus vandaag, we gaan de flessen maken, kindje naar bed doen. Papa gaat ondertussen douchen. En dan rust in de tent. Poep, poep, poep. Ze zijn alle drie zo druk geweest. Oh. Maar goed, ik heb niet veel gefilmd daardoor. Sam, moet jij slaapzak? Deze is van jou? Ja, slaapzak bij Sam en hij moet spray. Nou, Liam pakt altijd zelf zijn fles. En dan rent hij naar de bank toe. En dan gaat hij lekker op de bank zitten.
En die gaat even drinken. Heel eventjes neusspray doen bij Sam. Die neusspray film ik overigens niet. Omdat ik dat zielig vind. Nee, dat ook denk jij. Meestal gaat Sam dan hier op de grond, wordt hij neergelegd. Op een kussentje. En dan heeft zijn flesje al even gestaan. Dan krijgt hij zijn flesje. Papa, ja, we moeten allemaal gelijk, hè? Anders beginnen ze hier allemaal te huilen. Joef, die is ondertussen aan het helikopteren. Dat doet ze altijd, is niet meer af te leren. En sorry, je zag Niels zijn bilmaat. En dan krijgt Jordi zijn fles. En dan gaat hij lekker drinken. En zo zijn ze alle drie lekker even rustig. En dan gaan ze naar bed. Tandenpoetsen hebben we vandaag even niet gedaan, omdat ze ook gedoucht zijn. En Jordi is dan een beetje heel erg lastig. We moeten of tandenpoetsen of douchen. Het kan niet allebei. Op dit moment in ieder geval nog niet. Maar daar zijn we wel mee bezig. Nu gaan ze even lekker de fles drinken. En dan gaan ze naar bed. Dit is onze routine wanneer we ze naar bed gaan brengen. Jordi is heel moe, dus die is nog een beetje aan het zeuren. Sam die is ook moe, maar die is ook een beetje aan het zeuren. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. Die is ook, heeft ook last van zijn neus en alles. Dus ja, ik ga jullie nu aan de oplaaier leggen. Zodat ik de vaatwasser en alles eventjes kan gaan doen. En dan, ja, Niels gaat even douchen. Nou, dat dus. In de vorige vlog heb ik gevraagd aan jullie of jullie een voorkeur hadden, meer, minder vlogs, bla bla bla. Jullie zeiden eigenlijk allemaal van je moet doen waar je jezelf fijn bij voelt enzovoorts. Maar de meesten vonden 3 vlogs toch fijn. Maar ik ga toch naar 2 vlogs toe. De reden is gewoon dat ik niet alles volledig kan vastleggen van de kinderen. De zomervakantie gaat Jordi 5 dagen naar school. Liam gaat 4 ochtenden naar de KDV. En Sam gaat als goed is 2 ochtenden naar de KDV. Dus dat betekent gewoon dat ik de kinderen gewoon minder thuis heb. Ja. Dus ook minder dingetjes kan filmen. Nu is het zo dat ik op de eerste plaats natuurlijk moeder ben. En ik wil gewoon een leuke vlog. En niet iedere keer de gedachte hebben van... Ja, ik moet nu filmen. Dat wil ik gewoon niet. En ik wil het leuk blijven houden voor mezelf. Ook ondanks de drukte hier. Dus ik heb besloten om toch naar 2 vlogs te gaan. Ik ga heel eventjes kijken hoe ik het precies ga indelen. Welke dagen, wat, wanneer. Dus het is nog niet direct deze week zo. Of aankomende week zo. Maar ik wil er even mee puzzelen. En daar kom ik dus nog op terug. Dus dat. De kindjes slapen. We hoeven alleen nog maar te stofzuigen en te dweilen. En dan zijn we helemaal klaar. Yes. En morgen gaat Liam naar school. Ja. Ja. Kan hij daar de boel op stel te zetten? Oh, mensen. Die was vandaag bezig, hoor. Hij maakt overal een project van. Ja, is net zijn papa. Maar goed, wij gaan deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.